Dat is wel een hele goeie. Ik vond overigens je opmerking over om het onderwijs te verbeteren. Dat werd ook genoemd bij God jongens, ik kom er niet uit. De Dutch Design Week Goes Digital. Oh ja. Er was een presentatie van Media Monks. Of mensen van Media Monks, twee vooraanstaande leden daarvan. En die zeiden van, oké, we hebben Dutch Design, dat staat vooraan. Dat is Nederland, staat daarom bekend. Ja. Dat is een look of dat is een gevoel wat onze soort design voortbrengt. En nou, dat is allemaal prima. Maar hoe zit het eigenlijk digitaal? En ze zeiden ze van, weet je, Nederland staat digitaal qua design gewoon niet op de kaart. Nee. Je hebt de Zweden, je hebt de Brazilianen en je hebt zelfs de Russen. En die zijn, die hebben een karakteristiek en zelfs herkenbaar design die je eigenlijk over de complete breedte kan, die ook gewaardeerd wordt. Ja. En wat ze zeiden is van, wat wij tegenkomen is dat onderwijs erin eigenlijk blokkeert. Het onderwijs is op dit moment in Nederland is heel slecht op digitaal. En specifiek gebied. Op digitaal designvlak. Echt, want het is ongelooflijk. En een van de mooiste voorbeelden die zij gaven is van, wij zijn een leuk bedrijf en bij ons komen een heleboel stagiairs die komen solliciteren. Ja. En overgrote deel van de stagiairs die langskomen, die hebben geen computer, maar die hebben een map bij zich. En een map met poster designs en een map met afdrukjes van websites, maar that's it. Ze laten op geen enkele manier zien dat ze digitaal in handen hebben. Ja, en dat komt door het onderwijs. Het onderwijs, wat die ze ook leert, je hebt in Nederland heb je de, ik weet niet of dat buiten Nederland ook zo is, maar in Nederland heb je in ieder geval de school die mensen zegt, met een computer kan alles. Dus ga vooral niet vanuit de restricties denken. En dit bestaat niet. Dit bestaat in geen enkele designvak bestaat er dat je geen rekening houdt met de mogelijkheden en de restricties van het materiaal waarmee je werkt. Ja. Behalve in digitaal wordt dat actief onderwezen. Daar wordt gezegd, als je gaat nadenken over wat er niet kan, dan word je beperkt in je creativiteit. Ja. Ik snap daar niks van. Want wat er gebeurt is dat mensen gaan helemaal los en fantastische dingen verzinnen. En klanten zien iets fantastisch en dan blijkt het helemaal niet te kunnen. Of is het te moeilijk? Of is het moeilijk? Of voldoet het niet tuurlijk aan de mensen? Je kan extreem ver gaan, maar dat zie je bijvoorbeeld. Dan wordt heel vaak fantastische architectuur wordt dan genoemd. Maar als je dan kijkt naar de budgetten voor dat soort gebouwen. Ja. Dat soort gebouwen maken we helemaal niet. We maken rijtjeshuizen over het algemeen. Ja. Weet je wel? En als je in elk geval veel goedkopere dingen maken. Ja. Het is. En het probleem is, bij ons gaat er voornamelijk mensen handenwerk in. Hè? Wij hebben bijna geen materiaalkosten. Onze websites bestaan bijna alleen maar uit mankrachturen. Ja. En die zijn heel duur in Nederland. Ja. Dus raad eens wat. Ja, het is, ik vind het, nou ja, goed, ik ben echt, nou ja, dat kan ik jaren over doorlullen. Maar ik vind het designniveau, ik heb het er wel eens met mensen van de Hogeschool van Amsterdam over. Daar zijn ze trouwens actief bezig om het te veranderen. Ja. Dus er komen hier studenten komen bij ons, die hebben 4 jaar gestudeerd. En we kunnen tegen ze zeggen, vergeet maar alles wat je geleerd hebt. We gaan je eventjes in 3 maanden opnieuw opleiden. Ja, dat inderdaad, is toch belachelijk. Ja, dat is inderdaad heel erg jammer. Dat is echt, maar ik vind het ook oplichterij. Die kinderen leren niks. Die leren de verkeerde dingen. Ja, komen niks onvoorbereid geleerd. Komen ze de wereld in. Ja. Helemaal geen niet de skills die ze nodig hebben. Vormgevers die nog nooit van grids hebben gehoord. Of nog nooit van die niks van typografie weten. Ja. Of die juist alleen maar over typografie weten die je niet kunt toepassen op het web. Ja, precies. Weet je, het slaat nergens op. Ja. Ja, het is, dit is inderdaad zeker nog iets waar we op terug zullen komen. Want, oh, zeker, ja. Want ik denk dat er zijn voornamelijk heel veel mogelijkheden daar om nog verbeteringen te doen. Heel veel. En wat die gasten van Media Monks ook zeiden van, oké, stel dat we daar nu mee beginnen. Weet je wanneer dat resultaat heeft? Over 4 jaar. Ik ga en weet je wanneer dat Media echt effect heeft op de industrie? Over 8 jaar. Ja. Dat is te laat. Die mensen moet ik ontmoeten. Ja, het is zeker het bekijken waard.